Ja, we hebben hem gelezen. Maandag gaan we scheiden. En ik had het over we, want bij me zit een echte scheidingsbegeleider. En wat het inhoudt, daar kom je nu achter. Willem Ritstier heeft hem geschreven. Maandag gaan we scheiden. En ik zit hier samen met Renata Vermeulen. Welkom. Dankjewel. Een scheidingsbegeleider. Ja. Ja, en jij hebt hem gelezen. Hier ja, komt zeker. Een mediator in voor. Wat is het verschil tussen een mediator en een scheidingsbegeleider? Nou, een mediator die mag eigenlijk alleen maar een gesprek begeleiden. En die zorgt ervoor dat mensen elkaar niet de hersens inslaan aan tafel. Ja. En zolang het aan tafel bij de mediator goed gaat, dan is het goed. Maar, en dat zien we ook in het boek terug, er spelen zoveel emoties mee. En een scheiding is meer dan alleen maar goede afspraken maken. Het gaat er ook om dat je de emoties een plek kunt geven en dan niet driehoog achter op zolder. Maar je moet iets met die emoties doen om weer samen door één deur te kunnen. Want je komt elkaar altijd weer tegen. En ja. Ik werk dan ook voornamelijk met ouders, met kinderen. Dus die moeten na een scheiding ook nog met elkaar door één deur. Dus naast alleen maar goede afspraken maken, zorg ik er ook voor dat ze emotioneel loskomen van elkaar. Zonder allerlei haatgevoelens en boosheid en verdriet, wat heel lang kan blijven sudderen. Ja. En daarnaast kan ik ook alle financiële dingen regelen. Dus een scheidingsbegeleider is net even iets meer als een mediator. Nou, dan weten mensen dat ook. Dus mocht het voor jou tijd zijn dat je naar je partner kijkt, scheidingsbegeleider. Daar komt het op neer. We hebben samen dit boek gelezen. Wel los van elkaar, maar we hebben het toch gelezen. Ja, maandag gaan we scheiden. Van Willem Ritstier. Kenmerkend is dat het hele verhaal is erg getekend zonder gezichten. Wat vond je? Lees je wel eens een strip of een graphic novel? Nee, eigenlijk nooit. Nee, dat was de eerste keer. Oh, leuk. Dus ik vond het ook heel spannend. En ik kreeg het boek en ik denk, nou, ik blader hem even door. Ja. Maar met dat ik doorbladeren begon ik ook gelijk te lezen. Ja. En ik denk dat ik een half uurtje erover gedaan heb. Ja. En toen had ik hem voor de eerste keer uit. En ik heb hem een paar keer nog nagelezen, want ik vond het een heel bijzonder boek. Ja, hè? Ja. Hey, even een vraag tussendoor. Ga je nu vaker een graphic novel lezen, als het een beetje jouw interesse heeft? Of... Nou, ik denk het wel, ja. Ja. Oh, wat leuk. Nou, dan hebben we meteen iemand die ook dol is op strips. Nou, daar ben ik al wel blij mee. we gaan eens even... Je hebt een aantal vragen, denk ik wel. Heb ik ook, voor dit boek. Ja. We gaan eens even bellen met Willem. Dus kijken wat Willem... Of, waar ik vooral nou benieuwd naar ben, of het autobiografisch is. Ja, ja, daar was ik ook benieuwd ja, naar. Toch? Ja. Nou, gaan we eens even met Willem bellen. Ritstier. Willem! Willem Ritstier, de auteur en schrijver, tekenaar van Maandag gaan we scheiden. Leuk dat ik je even op de telefoon heb. Hey, ik zit hier samen met Renata Vermeulen. Zij is scheidingsbegeleider. Ja. Klopt. Ja. Hallo Willem. Ja. En zij heeft je boek ook gelezen. Eerste plaats, waanzinnig boek. Gefeliciteerd. Hij, vanaf vandaag dacht ik, zit te koop in de winkels. Dus wij konden hem al eerder van genieten. Eerste vraag, Willem, even vanuit mij. Is het autobiografisch? Het is autobiografisch. Het is de scheiding van mijn vrouw. Oké, en zij heeft jou het verhaal verteld. En jij bent dus ook de Willem die in het boek voorkomt. Ja, klopt. Ja, dat dachten we eigenlijk al. Ik zit hier natuurlijk met een scheidingsbegeleider. Renate, hoe heb jij het ervaren? Want je hebt een paar keer gelezen, zei je net. Ja, ik heb hem een paar keer gelezen, want het bleef mijn aandacht vragen en trekken. Wat ik er gewoon heel bijzonder aan vind, is als je er doorheen bladert, er is geen één gezicht getekend. Nee. En in een gezicht zie je vaak de expressie van de emoties. Maar ondanks dat er geen één gezicht getekend is, spatten de emoties van de bladzijdes af. En dat vind ik zo bijzonder. Nou, dankjewel. Ja, het is eigenlijk erg bizar. Ja. Heb je dit vaker gedaan, Willem? Ja, ik heb hier twee hiervoor
wilskracht gemaakt. Dat ging over het overlijden van mijn, tenminste de ziekte en de... En het overlijden van mijn eerste vrouw. Daarna kwam opstaan en doorgaan. Dat ging over de periode na mijn na het overlijden van mijn vrouw. En nou, deze. Ja, dus, ja. Dus een drieluik. Ja, want het is ook gelijk de laatste. In deze stijl. Ja, in deze stijl. Wat mooi. Die andere twee zijn niet uitgebracht bij Menlu, denk ik, hè? Nee, de eerste is bij SubQ. De tweede bij Volt. En deze is dan bij Menlu, ja. Alright. En die andere zijn nog te verkrijgen? Nummer 1 en 2? Zijn in principe nog wel te koop, ja. Ja. Nou, dan gaan we daar ook voor. Ja, ik vind het zeker een aanrader. Want, nou ja, weet je... ook bij de andere twee onderwerpen die je noemt... waar je een boek over geschreven hebt... en ook bij scheiding... dan spelen emoties zo ontzettend een belangrijke rol. En als ik kijk hoe jij die emoties... de rollercoaster van emoties in dit boek verwerkt hebt... Ja, ik vind het echt gewoon heel bijzonder. En ik ben gelijk al nieuwsgierig naar je andere twee boeken. Omdat, nou, ik kan me ook voorstellen, dat is een beetje een vraag aan jou. Ik denk dat het ook helpt bij de verwerking van al je eigen emoties om zo'n boek te maken. Klopt dat? Ja, dat hoor ik vaker. Maar ik heb daar zelf niet zo op gelet. Maar het is wel ongetwijfeld. Ja. Dus dit laatste boek moest ik eigenlijk afmaken nadat mijn tweede vrouw ook was overleden. En ja, misschien heeft dat ook geholpen om dat een plek te kunnen geven. Ja. Jeetje. Ja. Ja. Ja, dus echt een ontboezeming. En ik denk ook... De vraag die ik stelde net aan Renate van... ga je nu vaker strips lezen? Dat gaat nu wel gebeuren door jou, Willem. Oké, nou, mooi. Hè? Dus ja, als dat kan, heeft het bewerkstelligd, is dat mooi. Hey, heel in het kort, waar gaat het boek over, Willem? Het gaat over de scheiding van mijn tweede vrouw. En ik kwam haar... Zij deed haar verhaal op, ik meen, Hives toen de tijd nog. En zo kwam ik met haar weer in contact, want het is iemand die ik kende van school, van de middelbare school. En ik kwam zo met haar in contact en ja, langzaam is dat gegroeid en ze vertelde heel veel over de scheiding. En in die tussentijd dat we elkaar ontmoeten en ook een relatie kregen, heb ik ook eigenlijk die hele scheiding meegemaakt. Maakt die ongeveer een jaar of vier heeft geduurd. Zo. Ja, dat is lang, ja. Hè? En dat zie je ook terug in het boek, dat het een heel heftig scheidingsproces is geweest. Ja, 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 ja. Het was heel frustrerend voor mijn vrouw, ja. Ja. Maar het is frustrerend, maar het boek allerminst. We hebben ervan genoten. En waar ik zo blij mee ben, Bam de Bam motto is Nederland aan de strip. Nou, we moeten bij iemand beginnen, Willem. En het is gelukt door jou. En dat ben ik. Ja, ja, hè? Mooi. Bij Renata. Hey, heel veel succes met het boek. Wil jij nog, ben ik wat vergeten, Renata? Wil jij nog wat toevoegen? Nee, nou, ik vind het heel jammer om te horen dat dit de laatste is. Ja. Want ik denk dat er nog heel veel situaties in een mensenleven kan voorkomen wat met heel veel emoties gepaard gaat. En dan zo'n boek kunnen lezen en doorbladeren en die emoties die dan van het blad afspatten. Als je zelf in zo'n situatie zit, dan heb je zoveel herkenning. En ook herkenning kan troost bieden en je kracht geven om verder te gaan. Dus ja, ik zou je eigenlijk willen uitnodigen om vooral niet te stoppen met deze stijl, maar er vooral mee door te gaan. Ja, maar ik heb nog zo heel veel andere leuke ideeën. Ik ben nou heel erg bezig met prentenboeken. Oh, wat ik op dit moment leuk vind. En kalenders en agendas en dat soort dingen. Dus ja. Ja. Je moet vooral doen wat je leuk vindt. Ja. Dus ga daar vooral mee door. Maar mocht je ooit weer eens een keer denken van... goh, wat zal ik eens doen? Dan is dit wel echt iets... nou, ik vind het echt heel bijzonder. Ja. Nou, je hebt ik zal erover nadenken. Je hebt er een fan bij. Daar komt het gewoon op neer, Willem. Ja. Hey, hartstikke leuk. Ja, dankjewel. Helemaal goed. Hey, bedankt voor je tijd. Ben jij aanstaande zaterdag ook te zien in... Ja, hè? Dan bij Eppo. Ja. Stripfestival Breda. Ja, ik zeg Eppo, omdat ik altijd aan Rob denk natuurlijk. Maar Stripfestival Breda. Ik ben er ook met de podcast. Denk jij altijd aan Rob? Ik denk altijd aan Rob. Maar maakt niet uit welke Rob...
Maar Rob is gewoon een mooie naam om over na te denken. Nee, prima. Ja, nee, ik zie jou waarschijnlijk zaterdag dan wel. Okay. Ja, helemaal leuk. En bedankt. Hartstikke bedankt. Ja, jullie ook bedankt voor de belangstelling. Absoluut. En tot zaterdag. Okay. Yo, bye bye. Oké. Hoi. Hoi. Nou, was leuk hè? Ja, heel leuk. Ja, dus voor jou een dikke aanbeveling vanuit mij ook. Maandag gaan we scheiden. Nu te koop bij de Betere Strip Speciaalzaak of Boekenwinkel. Bam, bam.